Het bevalt goed om hier te wonen. Het is een mooi eiland. Het is rustig, saai. Maar op zich heb ik er niet zo heel veel problemen mee, omdat de steden allemaal wel vlakbij zitten. Je kan drukte gewoon opzoeken wanneer je er behoefte aan hebt. Je kunt zo naar het strand, je kunt naar de bossen, je kunt naar de stad toe. Je zit overal, zit je dichtbij. Er wonen hier ook een hoop overkanters, zeggen wij dan, die hier komen wonen voor de rust en die toch buiten de regio hier werken. Ideaal, echt. Eigenlijk kun je zeggen is het een prachtige parel in een oester die nog enigszins gesloten is. We hebben hier eigenlijk alles, complete infrastructuur. Als het gaat om scholen, bedrijven, winkels en zorg. Als je even kijkt naar de ligging, we zitten niet in de rook van Rotterdam, maar wel onder de rook van Rotterdam. Dus we zitten vlakbij de grote stad, we zitten ook vlakbij Antwerpen, we zitten vlakbij prachtige mooie werkgebieden. En die combinatie van eiland en stad, ja, dat is een unieke combinatie. De urgentie ligt in het feit dat op dit moment wel wat dingen op ons afkomen, zoals vergrijzing en ontgroening en op termijn de krimp. En daar moeten we met elkaar iets aan doen. Als meer mensen wegtrekken en de vergrijzing zet wat door, hebben we eigenlijk een te laag aantal qua bevolking om alle voorzieningen op peil te houden. Dat is een fenomeen wat je in heel Nederland in bepaalde regio's ziet. Maar ik ben ervan overtuigd dat het hier eigenlijk niet nodig is. Als je meer inwoners hebt, is er meer bedrijvigheid. Als er meer bedrijvigheid is, is het aantrekkelijker voor de ondernemers om ook naar Flakkee toe te komen. Dan is het ook uiteindelijk weer aantrekkelijk om er te gaan wonen. Want ja, waar beleving is, waar massa is, waar traffic is, ja, daar wil ik toch bij zijn. We hebben met elkaar 10 projecten bedacht op het gebied van wonen, werken en leven. En die gaan we uitvoeren met elkaar in de komende tijd. Project 1 is een portal waarin we de krachten bundelen, zodat iedereen kan zien wat de mooie aspecten van het eiland zijn op het gebied van wonen, werken en leven. Als je nu googelt op Goeree Flakkee, krijg je veel informatie zonder dat direct duidelijk wordt wat nou zo mooi is aan het wonen, werken, leven hier. En dat gaan we veranderen. Project nummer 2 is het Career Portal. Dat is een website waar alle vacatures binnen een uur reistijd vanaf ons eiland opstaan. En het is goed om te weten dat op dit moment zijn er dat ruim 5000 op allerlei niveaus. Project 3 is promotie wonen. Er liggen zoveel kansen en je kunt hier ook prachtig wonen. Er is ook veel aanbod en dat gaan we ook bij elkaar brengen. Project nummer 4 is wooneiland. Niet alleen recreëren, maar ook wonen. Maar het wonen is eigenlijk het recreëren. En dat is het unieke van Goeree Flakkee. Project nummer 5 is het Energy Island. Een van de krachten van het eiland is duurzaamheid en duurzame energie opwekken. De ambitie is om in 2020 energie neutraal te zijn als eiland. We staan nu hier op de Brouwersdam. En daar komt de getijdencentraal die gebruik maakt van eb en vloed om energie op te wekken. Maar we doen veel meer op het gebied van duurzaamheid. Er komt een Greenpoint met een waterstofstation op een andere plek op het eiland bij Oude Tongen. Wat je steeds meer ziet is dat meerdere partijen samenwerken vanuit het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om ook samen kennis op te bouwen en duurzame energie op te wekken. Project nummer 6, Voedeiland. Wat hier gebeurt, geweldig. Alleen de meeste mensen weten het niet. Consumenten hebben behoefte aan een eerlijk, duurzaam product. We willen ook dus ook weten waar het vandaan komt. Vandaar dat het een hele toegevoegde waarde is voor een product om aan te geven dat het van Goeree Flakkee komt. En daar gaan wij aan werken. Bijvoorbeeld een markthal. Een prachtige mooie markthal die vlakbij hier gebouwd wordt, in Rotterdam namelijk. We kunnen het allemaal afzonderlijk gaan doen, maar ik denk juist het met elkaar als agrarische ondernemers het oppakken, tot dat elkaar versterkt. Project nummer 7, eiland en stad. En dan met name de verbinding natuurlijk tussen die twee. Dat is nog wel iets waar we aan moeten werken. De bereikbaarheid van het eiland via de twee wegen is nog wel wat kwetsbaar. En we onderzoeken dus de mogelijkheden van bijvoorbeeld het doortrekken van de metro naar Hellevoetsluis. Of een veerpont die tussen Middelharnis en de overkant kan varen. Project nummer 8, het organiseren van evenementen die passen bij onze regio en passen bij onze inwoners. Maar die ook georganiseerd worden voor bezoekers. Want deze groep mensen zorgen er ook voor dat de voorzieningen in ons gebied op peil blijven. En dat is uiteraard ook goed voor de inwoners van onze gemeente.
Project 9, cultuur en erfgoed. Op dit eiland is een prachtige cultuur van harmonieën, koren. Dat gaan we meer uitdragen. Verder hebben we prachtig cultureel erfgoed. En ook daar zal meer aandacht voor komen. Project nummer 10, de basiskwaliteit. En eigenlijk kan iedereen ook daar zijn steentje aan bijdragen. Als alle inwoners zorgen dat de leefomgeving er keurig verzorgd uitziet, dan heeft dat heel veel aantrekkingskracht op heel veel mensen. Hoe gaan we dit doen? Niet met dure glossy campagnes, maar gewoon de schouders eronder. Die 10 projecten die we net genoemd hebben, die gaan we met elkaar uitvoeren. En met elkaar bedoel ik dan de overheid, zowel de provinciale overheid als de gemeentelijke, de bedrijven, de maatschappelijke organisaties en onze inwoners. Beste ondernemers en burgers, ik vind dat dit eiland veel meer in zijn mars kan hebben dan dat het momenteel heeft. We hebben iets prachtigs te bieden. En daarom met elkaar de schouders eronder. Want in deze tijd kun je het gewoon niet alleen doen. Laten we trots zijn op ons eiland en dat uitdragen. Dat zien onze bezoekers dan ook. Dat zorgt voor meer bedrijvigheid en daar hebben we allemaal wat aan. Doe het vooral met elkaar. Werken aan één eiland voor ons allemaal. Dit is een kans om te laten zien wat wij met elkaar op Goede Overkee klaar kunnen maken. Met elkaar kunnen we prachtige resultaten bereiken. En daar zullen we met z'n allen ook van profiteren. Dus mijn oproep aan alle ondernemers is, de gemeente gaat ervoor, wij investeren erin, samen ook met de provinciale overheid. Doe met ons mee.